Een Star Citizen fan wil zijn geld terug, we gooien nog meer geld naar Nintendo en Nathan Fillion is eindelijk Nathan Drake. Soort van. Ik ben Dimitri en dit zijn de nerdnieuwtjes van week 29, 2018. Het is misschien wel het meest succesvolle crowdfunding verhaal tot nu toe. Star Citizen, de game die door Wing Commander legende Chris Roberts wordt gemaakt, heeft al ruim $190 miljoen binnengehaald sinds de aankondiging in 2012. Maar nu de game nog steeds niet af is en de oorspronkelijke releasedatum van 2014 al ver achter ons is, beginnen fans steeds meer achterdochtig te worden. Een van de fans die al behoorlijk wat geld heeft geïnvesteerd in de game is Ken Lord. In 5 jaar tijd heeft hij $4500 in Star Citizen gestoken. Maar nu de game steeds meer begint af te wijken van het oorspronkelijke concept en steeds meer op een shooter begint te lijken, wil Lord zijn geld terug. De Star Citizen superfan lijdt namelijk aan MS en heeft nu duizenden dollars in een game gestoken die hij dankzij zijn ziekte nooit zal kunnen spelen. Een probleem wat bij het originele concept van de game niet aanwezig was. Het probleem is dat Robert Space Industries, de ontwikkelstudio van Chris Roberts, ineens de voorwaarden had veranderd waarin backers het recht hadden om hun geld terug te krijgen. Nu staat daar dat je binnen 14 dagen na doneren je geld terug kan krijgen, maar omdat Lord zijn geld verspreid over 5 jaar heeft gedoneerd, komt hij hier niet meer voor in aanmerking. Lord heeft het bedrijf zelfs voor de rechter gesleept, maar verloor, want met zijn recentere donaties heeft hij de nieuwe voorwaarden geaccepteerd. De ontwikkelaars van Dillon's Dead Heat Breakers spraken met Kotaku over waarom hun meest recente game minder goed verkoopt dan de vorige delen. Maar uiteindelijk was dat niet het meest interessante gedeelte van het interview. In het gesprek vertelde Kensuke Tanabe namelijk dat de studio ooit aan een prototype heeft gewerkt van een horrorgame. Met Zelda's Tingle in de hoofdrol. Heel veel meer dan dat zegt hij niet, maar we zijn wel heel nieuwsgierig geworden naar hoe een horrorgame eruit zou zien als je met de gierige otaku uit The Legend of Zelda zou spelen. Net als je de belofte aan jezelf maakt dat je minder geld uit gaat geven aan zooi, komt Nintendo met een subtiele... Wat denk je nou zelf? In juni 2019 komt het bedrijf samen met Mattel namelijk met echte Mario Kart Hot Wheels en je snapt dat het natuurkundig onmogelijk is om die dingen niet te kopen. Maar zeg nou zelf... $5 per stuk is niet zo duur, toch? De Spider-Man game van Insomniac ziet er al waanzinnig uit, dus natuurlijk wil je die game straks spelen in stijl. Daarom komt Sony met een limited edition PlayStation 4 Pro die samen met de game op 7 september in de winkels moet liggen. Of de rode PlayStation bij je interieur past, dat weten we niet, maar met zo'n uitvoering als dit, lekker belangrijk, daar pas je jouw interieur gewoon voorop aan. Er wordt al jaren gespeculeerd over een Uncharted film, dus toen Firefly en Castle-acteur Nathan Fillion vorige week een tease postte die erop leek te wijzen dat hij de rol van Nathan Drake zou spelen, was ik aardig aan het stuiteren. Maar helaas, het is niet de echte film waar Fillion in speelt, maar een zeer strakke fanfilm van regisseur Allan Ungar, bekend van Gridlock. De regisseur gaf aan dit al te willen doen sinds de eerste game uitkwam in 2007. En aangezien Uncharted fans ook al zo lang roepen dat ze Nathan Fillion willen zien als Nathan Drake in een mogelijke Uncharted film, hebben ze geprobeerd om die wens uit te laten komen. Zelfs als dit zonder goedkeuring moest van Sony en Naughty Dog. Of dit een open sollicitatie is van Nathan Fillion voor die rol, dat lijkt vrij duidelijk. Maar wij weten nu zeker dat hij hier zo goed voor geschikt is, dat we ons serieus afvragen waarom Spider-Man-acteur Tom Holland wel al verbonden is aan die rol en niet hij. Serieus Sony, ga aan het werk. Hey, bedankt voor het kijken. Wie is volgens jou beter geschikt voor de rol van Drake dan Nathan Fillion? Echt, ik ontmoet je om 3 uur in het fietsenhok en breng je vrienden. Mocht je nou wel slim zijn en het eens zijn met die casting, dan kun je waarschijnlijk ook lezen. Lees dus gerust alle bronnen van de genoemde onderwerpen die we in de omschrijving van deze video zetten. Volg ons op Twitter en neem een abonnement op dit kanaal voor nog meer nerdnieuwtjes. En dankjewel voor het delen van deze video, want het helpt ons enorm. Tot volgende week!